Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft vandaag 150 penitentiaire ambtenaren in de rang van vierde klasse beëdigd tot buitengewoon agent van politie. Deze groep penitentiaire ambtenaren is in januari 2020 in dienst gekomen toen zij een aanvang mochten maken met de basisopleiding penitentiair ambtenaar. Penitentiaire ambtenaren zijn belast met de bewaking van gedetineerden. Minister Amoksi zegt dat van de penitentiaire ambtenaren dagelijkse inzet wordt verwacht met de hoognodige taak om te zorgen voor orde, rust en regelmaat. Hij wees de manschappen erop dat de gedetineerden over de gehele linie al in een sterke, afhankelijke en kwetsbare positie verkeren. De bewindsman drukte de ambtenaren op het hart dat zij hiervan geen gebruik mogen maken. De gedetineerden mogen niet vernederd worden. Niet vernederd worden, maar ook niet op een bepaalde manier worden gefaciliteerd. Ik heb meegemaakt, ik heb gelezen een rapport waarbij een PA een liefdesbrief overbracht naar een recruit. Dat doe je niet met je collega. Dat leer je haar niet. Die verantwoordelijkheid moeten jullie blijven behouden. Toch? Niemand, geen enkele collega moet u in gevaar brengen op geen enkele wijze. We weten allemaal, jammer, dat er bepaalde zaken in de inrichtingen spelen. Van tijd tot tijd treffen we telefoons aan, chargers, maar ook andere spullen, gevaarlijke spullen. En dat is een bedreiging voor u en uw collega. Dat willen we niet in deze in de inrichtingen. De waarnemend procureur-generaal Karsha Paragsing hoopt dat met deze aanwinst het tekort aan penitentiaire ambtenaren is weggewerkt en dat de bewaking en resocialisatie van gedetineerden nu adequaat kan plaatsvinden. Max Breinburg, bondsvoorzitter van de penitentiaire ambtenaren in Suriname, haalde aan dat de integriteit, saamhorigheid en onderlinge hulpvaardigheid belangrijk zullen zijn in de uitvoering van de taken. Dat zij zich bewust moeten zijn van de grote verantwoordelijkheid die komt te rusten op hun schouders. Het is heel belangrijk om te weten waarmee u als penitentiaire ambtenaar onder andere belast zal zijn. Artikel 1 onder H van de wet delinquentenzorg geeft aan dat een penitentiaire ambtenaar een ambtenaar is die belast is met de bewaking en resocialisatie van gedetineerden. Ook zult u belast zijn met het opsporen van strafbare feiten waaraan de gedetineerden zich schuldig mochten maken. Uw werk, geachte PA, behelst niet alleen de bescherming van de samenleving door de ontspoorden tegelijk in bewaring te houden en de gedetineerden te begeleiden bij hun heropvoeding. Meer dan vroeger is tegenwoordig duidelijk dat behalve de veiligheid en de rechten van de ambtenaar ook de veiligheid en de rechten van de gedetineerden aandacht krijgen, lokaal, nationaal, regionaal en internationaal. Als vertegenwoordiging van de werknemers zullen we ons blijven beijveren en bewaken het proces om uw rechtspositie, met name uw vaste aanstelling, in orde te maken. Breinburg haalde aan dat er reeds voorbereidingen zijn getroffen om de beëdigde penitentiaire ambtenaren te voorzien van een dienstidentiteitsbewijs.